heeft het altijd over de Randstad als het gaat om de vetste festivals. Maar Brabant kan er ook wat van. Wat maakt die Brabantse feestjes nou zo leuk om naartoe te gaan? Ik hoop er vandaag achter te komen als niet-Brabander op 7 Sunday Festival. Ik doe mijn best, maar... Jongens, wat maakt nou de Brabantse partycultuur uniek? De mensen in Brabant en dat het altijd licht is hier. Brabantse gezelligheid. Ja, de zachte G heeft iets. Enthousiast, er worden veel biertjes gedronken, dat zie je ook in Brabant. Mensen houden wel van een biertje. Ja, lekker gemoedelijk, relaxed, anders dan in de Randstad. In de Randstad is het altijd een beetje meer zo van gezien en gezien worden. Wij zijn niet zo ingewikkeld. Er zit gewoon iets heel puurs in Brabant, dat vind ik altijd. Zoals dit soort feesten liggen kwalitatief qua organisatie en qua alles altijd wel high level. Als je kijkt naar hoe de festivals in Brabant opgebouwd worden, met hoeveel passie de podia en de aankleding wordt neergezet op zo'n festival. Ja, ze zeggen wel eens ooit, het zit hem in de kleine dingen. Heb je een concreet voorbeeld van 7 Sunday wat hier misschien vandaag te zien is? De Bourgondische sfeer zeg maar, op het terrein. Hè. Er is heel veel aandacht besteed aan de innerlijke mens, om het zo maar te zeggen. En ook de foodconcepten die hier op het terrein staan. Maar wil ik een broodje kroket? Ja, ik wil een broodje kroket. Want daar hebben we te weinig, denk ik. Hoeveel is een broodje kroket al? Anderhalf. Ik ga even... Hier al. Hij is echt lekker. Ik kom zelf ook niet uit Brabant. Hoe staan jullie als Brabanders tegenover mensen van buiten? Open. Ja? Ja. Zoals mensen hier uit de regio of uit het zuiden helemaal of uit het noorden, weet ik veel, hier naartoe komen. Ja, welkom. Everyone is so nice here. We like the people. We are really welcome here. Hoe meer ziel, hoe meer vreugde, zeggen ze altijd. Mag ik die ambachtelijke worstenbroodjes? En ze hebben heel veel lekker eten en het is kleurrijk en je hebt gewoon heel de dag iets te doen. Het festivalseizoen is nu wel echt begonnen voor mij, dat moet ik wel zeggen. Heel veel collectieven gezien van Brabantse vriendengroepen, gewoon jongens onder elkaar die een gezellig feestje wouden bouwen voor hun vrienden. Het is bij ons vaak begonnen uit, dat is leuk voor de vriendengroep en voor de buurt. En dat vind ik gewoon heel tof om te zien, want je ziet echt zo ontzettend veel van dat soort collectieven. Snolly, Helly met Gelly, de Ballentent, nou 7 Sunday zelf ook. Sam Sunday is heel erg klein ontstaan met een paar artiesten achter een houten plank en knallen maar. En dat is steeds uitgegroeid tot iets groters, omdat er steeds meer mensen bij kwamen. De festivals die in Brabant worden georganiseerd, zeg ik al, die zijn echt ontstaan uit passie. Het wijgevoel is gewoon heel erg groot. En als jij met jouw vrienden bent, dan krijg je op een gegeven moment een drive samen onderling. Yeah. En dan wil je verder, dan wil je door. Ja, ik denk dat dat wel het antwoord is op wat de Brabantse festivals uniek maken. Wat hier de sfeer zo bepalend is of zo. We komen uit Eindhoven met een leuke, gezellige achterban. Met allemaal vrolijke mensen. En ik denk dat dat wel het eerste opstapje is geweest voor ons om uiteindelijk te kunnen doen wat we nou doen. Het gaat bij hun om de bezoekers. En dat is denk ik iets wat bij ons in de genen zit. Het is een bepaalde openheid en puurheid. En ook gewoon de wil om het naar ons zin te hebben en ander naar de zin te maken.